Deze grill verraadt waar het om gaat. BMW stelt zijn nieuwste coupé voor, de 850i. Een auto die aansluit bij een lange traditie van sportieve BMW's. En wie goed kijkt, ziet ook overeenkomsten, zoals met de legendarische M1. Ook hier klappen de koplampen omhoog. Het ontwerp van de auto is typisch BMW en toch duidelijk afwijkend van de vierzitters van dit merk. Zo'n auto is niet alleen een concurrent voor Porsche, Mercedes of Audi. Het is als het ware een technologisch pronkstuk waar de ingenieurs zich op kunnen uitleven. Een aardig detail wordt gevormd door de zijruiten die aan de bovenkant in de dakrand vallen. Om het portier te kunnen openen, zakken de ramen eerst een centimeter. En als het portier weer dicht is, schuiven de ramen automatisch een centimeter omhoog totdat ze muurvast zitten. Ook het interieur is natuurlijk extra luxueus. Maar voor 233.000 gulden is deze leren bekleding niet inbegrepen. Wie dat wil, kan zelfs aan deze 850i nog voor de prijs van een middenklasse auto aan extra's bestellen. Zoals de elektrische stoelverstelling met memory-schakeling, die precies onthoudt hoe de verschillende bestuurders willen zitten. Een druk op de knop is genoeg om de stoel en het stuur in de juiste stand te krijgen. En als je weer wilt uitstappen, beweegt het stuur automatisch omhoog om je alle ruimte te geven. Onder de motorkap schuilt een bekende motor. De 12-cilinder met 5 liter inhoud uit de 750i werd met minimale aanpassingen overgenomen. Alleen de elektronische besturingssystemen zijn nog verder geperfectioneerd. In ieder geval loopt die 12-pitter zo rustig dat je er een gulden op zijn kant op kunt laten balanceren. En hij rijdt goed, maar we hadden ook niet anders verwacht. En snel. In de vijfde versnelling haalt hij bijna 250 km per uur. Maar dan is er nog een zesde, die niet veel snelheid toevoegt, want de fabriek heeft een elektronische begrenzing ingebouwd bij 250 km per uur. Op de autosnelweg, zoals hier in Duitsland, is de 850i helemaal in zijn element. Hij laat zich moeiteloos op koers houden en zelfs de topsnelheid is dan geen uitdaging meer.